En maar praten, gitterbommend, allerbeugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Goedemorgen, Karel. Goedemorgen, Michelle. Het kabinet is achter de schermen bezig om het grote CO2-taxplan alweer aan te passen. Alleen de grootste 10 bedrijven gaan een CO2-tax betalen. Zijn ze nou weer bezig met het afwentelen van de klimaatplannen op de gewone burger? Nou, ik vind ze helemaal niet goed bezig hoor, wat dat betreft. Maar ik bedoel, er moet wel iets gebeuren aan het klimaat. Maar niet op deze manier dat het zo in één keer door de strot wordt gedouwd. En dat de kleine man het eerst moet betalen en dan de grote zullen ze wel komen. Maar die komen er wel weer onderuit, nou zoals altijd. Het is maar een druppel op de gloeiende plaat wat wij hier zijn. Als je ziet wat er in het buitenland allemaal in de natuur wordt gestort. Ik zag laatst een opname in het buitenland dat ze gewoon de complete vuilniswagens in rivieren storten. Dus ze gaan hier naar het storten, wordt gewoon in de natuur gestort. En wij zijn hier zo'n klein landje, met de dieselheffing in Arnhem. Mensen moeten kilometers omrijden. Dat kost meer aan dieseluitstoot en fijnstofuitstoot dan dat ze door de stad heen zouden rijden. Want door de stad is het maar 3 kilometer en over de snelweg is het 20 kilometer omrijden. Dus je hebt veel meer fijnstofuitstoot. Heeft u zelf ideeën hoe we dit nou gezamenlijk aan kunnen pakken? Ja, zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden. Dus sowieso de elektrische auto's goedkoper maken. En meer laadpunten. Dus Tesla heeft wel heel veel laadpunten in Nederland. Maar gewoon alle auto's die ze gaan verkopen na 2050, die moeten automatisch kunnen laden. Dat is dus bij je eigen voor de deur. Dat je gewoon de stekker in de muur kunt stoppen en hopen dat de kabel niet gestolen wordt. Dat je eigen auto op kunt laden. Maar dan willen we toch meer aan kernenergie gaan denken. En zonne-energie en windenergie is belangrijk natuurlijk. Er is een mooi verhaal over Amerika in de jaren 70. Toen heeft General Motors een elektrische auto gemaakt. En die hebben ze ongeveer 50.000 gemaakt, waarvan ze er 30.000 hebben moeten vernietigen van de Shell. Omdat Shell niet wou dat de elektrische auto's kwamen. Er zijn er nog 10.000 overgebleven, die rijden nu nog steeds, van 72. En die rijden er gewoon normaal dagelijks op de weg. En die zijn er niet meer, worden niet meer gemaakt. Dat is wel jammer. Dat is echt puur Shell die je tegenhoudt, het zuinig rijden op elektrisch. Dat zijn toch de grote jongens die het meeste vervuilen. Hè? Kijk, Nederland is een klein landje. En dus, ja, wij vervuilen ook, we hebben niet zoveel als China of Azië of India, noem maar op. Dat zijn echt de grote industrielanden die heel veel CO2 uitstoot doen. Ja, maar ze alles veel mogelijk van de zon genieten. Niet alleen in de zomer, maar ook zonnepanelen op het dak worden gesubsidieerd in de gemeente Nijmegen. Dus zo duur is het niet. Het levert wat op. Wat, als je teveel levert, lever je terug aan het stroomnet. Krijg je van Leander krijg je geld terug per zoveel kilowattuur. Dus dat is wel een goede tip om daar zonnepanelen te plaatsen. Het kost ons allemaal hartstikke veel geld en schieten we er echt wat mee op. Want die andere grote landen, die doen daar niet aan mee. Dus wij zijn maar een speldenprik eigenlijk op de hele kaart die er dan aan meedoet. Maar onze premier Rutte, die is helemaal hygisch van Brussel, dus die zal Brussel wel achterna lopen. Nou, ik niet. Ik vind niet dat het bij onze mensen verhaald moet worden. Dat gaat dan maar bij degene die het meeste veroorzaken. De grote bedrijven, die veroorzaken het meer als de gewone man. Want we moeten al zoveel overal voor betalen. Dus als we dat er nog meer bij moeten, dan kun je je hele AOW gelijk naar de regering brengen. Meer eerlijker verdelen. En dan de andere landen er ook bij betrekken. Want die hebben er net zo goed mee te maken, niet alleen Nederland. We mogen eerst al die Pinocchio's eruit gooien. Want dan kunnen we verder praten. Hoe ervaart u dat zelf, die klimaatplannen? Nou, ik merk niks van. En ik merk het alleen in mijn portemonnee. Ik krijg steeds minder. Gewoon alles betaalbaar maken. En niet de prijzen omhoog gooien, want wij moeten betalen terwijl we er niks aan hebben. Ja. Dat is het voornaamste. Ja. Ja, en zolang die Pinocchio's aan de markt zitten, dan hebben we er niks aan. Nou, laat Pinocchio mijn eerste grootste aandeelhouder van Shell aanpakken. En hij weet heus wie ik bedoel. En durft Pinocchio niet, want het is een ja-knikker. Ik ben er zelf niet zo in thuis, maar als ik het zo hoor, dan is het, dan is het niet eerlijk tegenover de mensen die daarop gestemd hebben. Tot het anders moet. Dus ja, ik zou zeggen dat het voor alle bedrijven dan zou zo moeten zijn in plaats van de top 10. Maar ja, ik ben benieuwd hoe het dan loopt. Ik woon sinds kort samen met mijn vriendin hier in Nijmegen. En wij hebben
het eerste half jaar was het een stuk goedkoper als dat we nou wel moeten betalen. Ja. Ja, dat merk je zeker. We hebben nog een gaskachel thuis, zo'n oude. En ja, dan merk je wel tot het duurder wordt. Ja. Ja, het gas wordt duurder. En, ja, je gaat er toch op letten. Je wilt toch je kosten besparen. En als het dan grote bedrijven ja, minder voor hoeven te betalen en wij meer, ja, dat vind ik dan niet eerlijk. En dat er wel gelijk moet zijn. Wij vervuilen als burgers, maar hoe ligt die verhouding tussen burger en bedrijfsleven en industrie? Ja, ik denk wat jij net vertelt, dat alleen de top 10 grootste bedrijven moeten betalen. Ja, dan denk ik dat de burger zelf het meeste alsnog betaalt. Als het alleen de top 10 is, ja, dat zijn zoveel bedrijven in Nederland. Dus dan denk ik dat alsnog de burger wel het grootste deel gaat betalen, ja. Ja. Die kunnen brand toch niet laden, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Het gaat over het kabinet, dat zou de lasten van de klimaattax afwentelen ook op het bedrijfsleven. Nou willen ze alleen maar de 10 grootste bedrijven en de rest voor de burger. Wat vindt u daarvan? Geen eerlijke verdeling. Ik vind dat niet correct. Je moet dat eerlijk verdelen. Ja. Niet alleen één partij en andere partij uitsluiten. Nee. Hoe zou het wel moeten? Hoe zou dat energieprobleem moeten oplossen? Windmolens? Niet te veel windmolens hoor. Ik vind het prima dat het alternatieve energie is, maar te veel windmolens, dat vind ik ook niet goed. Moeten we ook niet weer eens gaan denken over kernenergie? Als het veilig is, vind ik het prima. Ja. Maar er zegt er wel wat bij als het veilig is, hè? Ja. Ik vind het klimaattekort een beetje, sowieso een beetje bullshit eigenlijk. En waarom vindt u dat? Nou, omdat de aarde warmt niet op, zeg maar, omdat wij, ja, omdat wij nou echt uitlaatgassen en al die CO2, dat komt niet allemaal, ja, het wordt een beetje overdreven, laat ik het zo zeggen. Maar goed, 2030 moeten wij bepaalde normen halen, dat is afgesproken. Dat moet betaald worden, dat is ook afgesproken. Alleen nu gaat het erom, moet het bij de burger liggen of bij het hele bedrijfsleven ook? Bedrijfsleven. Ga ik vanuit. Ik wel. Beste vind ja, ik. En niet bij de burger? Wat best zou zijn als het wordt afgeschaft. Maar kijk, als je al die bedrijven ermee gaat en gaat belasten, dan denk ik, al die bedrijven die gaan gewoon Nederland uit. Dan denk ik van, ja, fuck it. Ja, die worden, en dan banen worden ook minder. Want ja, weet je wat, er zijn geen bedrijven meer waar je kan werken. En volgt krijg je een beetje werkloosheid. Ja, nou, en voor de rest weet je het wel. Ja, maar heel Europa moet eraan voldoen, hè? Dus nee, dan moet je. Nee, dus afspraken in de EU is dat het wel moet. Nou, dat hoeft niet per se. Okay. Ik bedoel, Oostenrijk doet het bijvoorbeeld niet. Er zijn meer landen die dat niet doen. En ja, als je per se in het klimaatakkoord wil blijven, dan moet het inderdaad wel. En daar vind ik dat we daaruit moeten stappen, eigenlijk. Om eerlijk te zijn, ik ben P van de A. Maar ik ben met, de nieuwe partij, met die Forum, ben ik het eens. Pippeldon zeggen er niet mee, bemoeien dat kleine klootlandje. Daar step je op de landkaart, hè. Met de hele wereld eromheen. Los eerst in Afrika en Amerika en China eerst de boel op orde hebben. Maar ja, dat is afgesproken in de EU dat we dat zouden doen, hè, die klimaatbeheersing. Ja, we zijn gek in de EU. Ja, maar wij moeten het wel betalen. Maar wat vindt u daarvan? Dat nou, niet... dat vind ik helemaal niet krek. Nee. Dat vind ik niet krek. Nee. Dus u steunt het helemaal niet? Ik steun dat niet, nee. Helemaal niet. Oké, nou dat is een heel duidelijke mening. Ja. Nou, maar gewoon blijven leven, want over 100 jaar bestaat de wereld nog. Want onze lieve heer had nog geen zin om de boel op te ruimen. Ja, ik maak me eens zorgen dat de populistische partijen op dit moment het klimaatgedoe allemaal gedoe vinden. U bedoelt het Forum? Nou, het Forum onder andere, maar zij zijn niet de enige. Dus nee, het klimaat zou een ernstige bron van zorg voor iedereen moeten zijn. Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien wat er gebeurt. Nu zeggen veel mensen, ja, wij zijn zo'n klein landje, we hebben daar geen invloed op de wereldgebeuren. Als we nou gewoon eens allemaal zelf eerst eens beginnen met een druppeltje, ja. Dan een hele hoop druppels zijn samen ook al glasvol. En dat, wat zit hem in het gedachtegoed, ja. Dat je bewust bent. Dat je, bedoel, als ik met de fiets kan, dan ga ik met de fiets. En
Ik heb een auto, maar die gebruik ik alleen maar als het echt langere afstanden zijn en als dat echt nodig is. Ja. Nou, dat is een keuze die ik gelukkig kan maken. Maar die zouden veel meer mensen kunnen en moeten maken. Dus verander de wereld, maar begin bij jezelf. Vooral dat. En ook niet te veel naar een ander wijzen. Ja. Laten we het gewoon maar zelf even doen. Ja. Wat dat betreft vind ik die protesten van kinderen en die vind ik goed. Want zij zijn de volgende generatie. Dus laat ze daar stevig mee beginnen. En dat als het bij hun verankerd raakt, dan is dat goed. Ik vind het wel heel grappig dat een kleinzoon van toen 7, nu 8, dat hij vorig jaar ineens bedacht, hij houdt van dieren, maar dat hij ook dacht, dat vlees eten is helemaal niet goed. En dat hij heel overtuigd nu geen vlees meer eet. En dan denk ik, 7, 8 jaar, nou, dan is er dus nog best hoop. Maar er moet veel gebeuren, want anders gaan we met z'n allen het lastig. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik en dat is het. Het is gewoon schandalig. De grote die moeten betalen. En niet anders. Dus u vindt ook alle vervuilers betalen en niet alleen de Shells en de kolenstookcentrales? Alle bedrijven moeten betalen. En niet die kleine. En daar komen we op ons bordje neer. Denkt u inderdaad dat de kosten op de burger worden afgewenteld? Ja, gegarandeerd. Ja. Merkt u dat al in uw eigen portemonnee? Nou, nog niet. Tenminste, niet dat ik weet. Draagt u zelf een steentje bij aan vermindering van CO2? Ja, wel, maar toch nog niet zo heel erg veel. Nee, nee. Zelf op een energiecentrale gewerkt in het verleden. En ja, ik heb met CO2 te maken gehad natuurlijk. Hè. Merkt u in uw eigen persoonlijke leven iets van de nieuwe klimaatplannen van het kabinet? Nee, niet direct. Nee. Alleen autorijden natuurlijk. Hè. Dat ik toch kan. Ja, een belangrijke factor voor mijn bestaan natuurlijk. Ja. En rijdt u dan elektrisch? Nee hoor. Nee, benzine. Maar wel het nieuwe, hè. Dus helemaal op de maatschappij gericht, natuurlijk afgesteld. Hè. Ja. Een zuinige auto dus? Ja, automaat ook. Hè. Dus ja, en zuinig rijden. Ik heb zelf ook een klein bedrijf. Ik moet er ook aan meewerken. Op allerlei manieren om het aan te pakken. Dus als iedereen dat zo zou doen, dan zouden we toch een klein stukje met de hele wereld samen toch wat kunnen opknappen. U bent dus kort gezegd voorstander van de vervuiler betaald principe? Degene die vervuilt moet ook opruimen en betalen. Ja. Dus niet alleen de burger? Nee, allemaal. Allemaal. Want de burgers doen hun best en de middenstand doet hun best. Dus we moeten allemaal. Ja. Alle Nederlanders moeten betalen. Ik vind dat ook alle bedrijven dan moeten betalen. En dan niet de een, en dan de kleine, dan de grote. Ja, het wordt zo langzamerhand onduidelijk en de mensen geloven er straks niks meer van. Dus ja, wat wil je dan? Ja. Heeft u eigenlijk wel vertrouwen nog in de politiek? Het wordt hoe langer hoe minder. Je wordt hoe langer hoe minder dat je zegt van... als je kijkt wat er in januari allemaal verteld is en wat er nu allemaal van geworden is... Ja, dan moet je gewoon voor de gek houden. En ja, dan wordt je vertrouwen gewoon minder.